Ja, een architect die ontwerpt eigenlijk het hele gebouw. En die neemt daarin mee de constructie en de installaties. De constructeur die zorgt eigenlijk dat het idee van de architect overeind blijft staan. In beton, staal, hout, in structuur. Villa 1 was het eerste project wat ik met Gilbert samen deed als professioneel werkzaam architect. Hier zijn we echt samen vanaf de allereerste schets zo'n beetje aan het kijken gegaan van ja, hoe kunnen we het nou zo optimaal mogelijk maken. Je gaat samen dus alle vraagstukken behandelen en dat, ja, dat is meestal is dat niet mogelijk om het op die manier zo ver uit te werken. Nou, en in die dialoog, in dat hele ontwerpproces waar we dus ook constructie hebben betrokken, ook installaties, maar ook de gemeente en later ook de aannemer. Een heel integraal ontwerpproces en daaruit is Villa 1 ontstaan. En ja, voor ons is dat nog steeds een van de projecten die we op de meest integrale manier hebben gedaan. En een soort eikpunt voor de manier waarop wij willen werken als bureau. Ja, we zaten bij elkaar in de klas. We leren elkaar kennen tijdens de introductieweek. En wij waren de eerste lichting op de hogeschool die projectgestuurd onderwijs deed. Dus dat had tot gevolg dat wij vier groepjes per jaar hadden als studenten. En dan had je een projectgroep met 8 studenten. En dan moest je zelf uitzoeken wie welke rol speelde. En op de een of andere manier kregen Gilbert en ik het voor elkaar om altijd constructeur-architect te zijn. Maar ook om bijna alle projectgroepen met elkaar samen te doen. Ja. Dus op die manier hebben we elkaar heel goed leren kennen. Ik denk wel een van de mooiste momenten voor mij nu in mijn eigen bedrijf is toen we Villa 1 af hadden en de opdrachtgever stond echt werkelijk te juichen daarnaast. Zei van, dit wilde ik hebben. Van, ja, dat is precies wat we wilden bereiken en dat, ja, daar word ik wel heel blij van. Ja, dan kun je weer een hele tijd op vooruit op zo'n, ja, op zo'n middag. Ja. Ja. Het lijkt misschien ook een beetje romantisch vak in zekere zin. Maar het is gewoon ook heel hard werken. Ja, het valt ons in ieder geval op dat wij doen eigenlijk niets anders dan heel hard werken. En dat is ook omdat we ambitieus zijn. Maar het is ook omdat het vak zelf die breedte kent. Nou, ik denk wat heel belangrijk is als je kiest om bouwkunde gaan studeren. Dat je inziet dat het een heel, heel breed vak is. Ja. Dat het een vak is waar je ook na 4 jaar nog lang niet klaar mee bent. Als je denkt dat je iets gaat leren wat je als een soort routineachtige manier kan blijven doen, dan zit je er verkeerd, denk ik. Het is echt een vak waar je bereid moet zijn om een avontuur aan te gaan. En elke keer opnieuw dingen te leren.